vandaag, 22 april 2022, hebben wij met z'n allen de ambitie gehad om iets te organiseren voor een hele grote groep mensen. Het doel van vanavond is voornamelijk de verbinding creëren door samen te eten. Al het personeel wat hier vandaag rond heeft gelopen is ons eigen personeel. De mensen die gekookt hebben zijn onze eigen mensen. Ja, daar ben ik super trots op. Het mooie is dat als je dit roept en je uitlegt wat we gaan doen en waarom we het gaan doen, dat we uiteindelijk heel weinig hoeven te doen om uiteindelijk iedereen enthousiast te krijgen. Iedereen heeft het over Ramadan, maar niemand weet het eigenlijk hoe het in werkelijkheid is. Zo'n avond kan je het ook laten zien hoe het is. De Albert Heijn doet natuurlijk wel iets goeds door het niet alleen hier te organiseren, maar ook in andere steden. Als je vanavond langskomt, dan kan je lekker komen eten. Iedereen is ook welkom. Er is ook gelegenheid voor de mensen als ze willen bidden. Ik vind het gewoon heel mooi dat al onze klanten tijdens openingstijd rondlopen en dit zien. We verbinden. Ik zou het mooi vinden als iedereen die hier was, en we zijn met 400 mensen, iemand zou ontmoeten die hij nog niet kende voor deze avond. En ik heb net al mensen teruggekregen die zeggen van, nou, ik heb een nieuwe ontmoeting gemaakt. Dat is voor mij volgens mij een geslaagde avond. Iftar is eigenlijk een maand voor mensen die een islamitische achtergrond hebben. Maar het maakt het niet echt islamitisch, het maakt het juist open voor iedereen. En dat maakt het zo mooi. Dus ik ben echt blij dat Albert Heijn dit heeft gedaan. Ramadan Karim.